zag op de televisie programma, waren drie mensen die waren bezig met lepels en vorken en die vertelden over hun haven. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik dat ook. En toen heb ik uitgeprobeerd en dat lukte wel. Grote mes. Misschien ook leuk. Ik heb 4 jaar gestudeerd aan de Hogeschool Utrecht om mijn gaven te ontwikkelen. Sinds die tijd heb ik mijn eigen praktijk in huis. Door middel van die gaven krijg ik heel snel contact met de kinderen. Omdat kinderen vinden dat niet gek. Kinderen vinden dat niet raar. Kinderen vinden het mooi juist. Ook kinderen met autisme, ook kinderen met gedragsstoornissen. Op een bepaalde manier voel ik dat wat het kind op dat moment voelt en dan kan ik op de juiste manier het kind benaderen. Dan ga ik bespreken wat markeert. Voor kind, dat is het monster. Mm-hmm. Daarom heb ik gevraagd, wat betekent monster? Hoe ziet een monster eruit? En daar heeft hij mij dit getekend. Dat is een monster, die komt elke nacht bij mij. Ik zeg, nou, zou we hem hier op de muur plakken? Dan blijft hij bij Anna. Nou, vond hij goed. En dan hoor ik van de ouders dat slaapt hij rustig nou. Is geen monster meer. Ja. Wel. Mm-hmm. En dan zeggen ze, die vind ik mooi. En dan pak ik een flesje die bij deze hoort. Weet je wel. Ik voel heel veel energie en een soort wisselwerking tussen mij en het kind. En niet alleen maar met kinderen, maar ook met volwassenen. Ik heb geen lijn. Niet af. Is magnetisch. Mag je zelf plakken.